Hi, welkom bij de Kruidenheksen. Nou, we delen vandaag weer een mooi recept met jullie. Nou, vooral een heel waardevol recept. Ja. We gaan berkenzalf maken. En het bijzondere aan berkenzalf is dat het speciale werkzaamheden heeft die je wellicht nodig kan hebben. Het werkt bij eczeem, bij zeer gevoelige of schrale huid, maar... Ja. Wat je ook. Ook vooral heel veel in de winter tegenkomt. Hè? Zo'n huid die bijna gaat openbarsten, die pijn doet, weet je wel. Ja. Maar ook bij melanomen. Ja. En ik heb zelf een aantal plekjes op mijn huid die ik van de huisarts in de gaten moet houden, zeggen ze dan. Maar ja, dan denk je, ja, dat is niet veel in de gaten houden. Dat is weinig. Ja. En dan denken wij van, we zoeken... Een oplossing uit de natuur. In de gaten houden klinkt altijd zo van wachten tot er iets misgaat. Ja, dan kan je beter zeggen van ik behandel het. Hè. Ik heb een wat sproeterige huid. Dus wat hebben we gedaan? We hebben deze prachtige zalf ontwikkeld. Want de berkenbast heeft dus, er zit betuline in. En die heeft als eigenschap dat hij dus... melanomen kan bestrijden, maar ook kan voorkomen. Dus dan kan je in ieder geval toch iets smeren. Het mooie aan berkenzalf is dat die ook nog eens geschikt is voor jong en oud. Het is heel erg goed verdraagbaar door de huid. Ja. Echt heel voedzaam. Klopt, ja. Nou, dat gaan we maken. Laten we zien hoe dat het moet. Het is geen makkelijk recept. Nee. Maar wel heel waardevol. Ja, precies. Komt wel even iets bij kijken, ja. Dus we gaan jullie laten zien hoe wij dat maken... En ik vind het zelf toch een heel prettig gevoel dat ik mijn huid zo intensief goed kan verzorgen op die manier. Zeker in de zomer, want ja, wij zijn graag buiten. Absoluut. Ga niet binnen zitten voor het zonlicht wat op de huid komt natuurlijk. Nee, want het zonlicht doet natuurlijk ook heel veel goede dingen. Vergeet dat niet. Ja, precies. Ja. Het is maar net als je er een beetje gevoelig aanleg voor hebt, ja, dan moet je daar wel wat aandacht aan geven. Nou, zoals dat ik altijd zeg, we gaan ermee aan de gang. Aan de slag, zeg jij. Ja, we gaan ermee aan de slag. Hé, hey, dan vergis je jezelf. Ja, dan maken mensen wel eens grapjes over dat jij dat zegt. Ja, daarom. Dat zeg jij altijd. We gaan ermee aan de slag. Ja. Inderdaad, we gaan ermee aan de slag. Ja. Nou, we hebben 150 milliliter kokosolie op rijp gezet met een aantal kruiden. En ik vind dit op zich wel komisch eruit zien. Wij krijgen namelijk regelmatig van vrouwen... de hulpvraag... Mijn man heeft mijn mengsel weggegooid terwijl het nog niet klaar was... En als je dit zo ziet, kan je daar enigszins iets bij voorstellen dat de echtgenoot denkt... Inderdaad. Wat is dit? Oh, dit is vies. Dat moet weg. Dat moet weg. Ja, je mag hem er wel alvast op zetten. Ja, ik zat even te kijken of dat hij al aan was. Dat moet smelten. En we hebben daar 3 kruiden in op rijp gezet. Dat is een eetlepel walstro. Hier, bij mijn duim. En walstro verzorgt de huid en verhelpt en voorkomt huidproblemen en dus ook huidkanker. Ja. Net zoals melanomen. Ja. Zelfs huidkanker, ja. Walstro is erg heilzaam. Dan hebben we, dat was een? 2 eetlepels calendula. Ja, en dat andere was een eetlepel, hè? Ja. Hadden we dat al gezegd? Ja, volgens mij wel. 1 eetlepel walstro dus en 2 eetlepels calendula. Calendula is wat wij altijd zeggen, goud voor de huid. Het is ontstekingsremmend en het werkt ook nog eens verzachtend. Dus dat is echt ideaal. Ja, zit bij ons eigenlijk bijna in elke balsem. Ja. En dan hebben we de... Hier. 5 berkenblaadjes. Ja, en berkenbast werkt tegen... Berkenblad, sorry. Ik zeg het verkeerd. Berkenblad werkt huidverzorgend tegen huidproblemen. Het maakt de huid vitaal en stralend. Ja. En knabbel ook eens een berkenblaadje gewoon op. Heeft een hele speciale smaak. Ze zijn eetbaar en zeker in het voorjaar nog zacht. Probeer maar eens. Nou, de rest van de ingrediënten komen er nu nog niet in. Dit is dus even wat we op rijp hebben gezet. In de kokosolie. Moet dus weer zacht worden, hè? Want de kokosolie gaat altijd stollen. De kokosolie die moeten we zo meteen even uitzeven. Want de kruiden zeven we er zo uit. Dus komen we zo even terug. Heeft even tijd nodig. Ja. Nou, kijk. Het is helemaal opgewarmd. Het is heet. Ja, het is nu heet. Ja, inderdaad. Nou, jij hebt je doek bij, dus dat scheelt. Kunnen we het uitzeven? Ja, kokosolie.
Heeft een mooie kleur gekregen, zal ik zo even laten zien. Ja, ja, ja. Hele warme kleur, hè. Het pannetje is warm. Ik denk dat ik die nog even gebruik. Dat is dan handiger. Ja, oké. Okay, ja. Even dit uitdrukken. Mooie licht groen-gele kleur van de kruiden. Ja, ik vind het een warme kleur. Ja, is mooi, ja. Dat is één. Nou, dan kan het terug in het... Ja, is het niet erg dat er nog wat is overgebleven erin? Is het veel? Ja. Iets te veel om erin te laten zitten. Ja. Even zo. Ja, zo kan het wel. Ja. Nou, gaat het weer terug in het pannetje, kunnen we het weer verwarmen. Ja. Want dan moet erbij, hè? 100 gram shea butter. Goede kwaliteit. Dat is biologische shea butter. Anders krijg je... Ja, dan is die... Ja, dat is gewoon een groot verschil. Waar wij het altijd... een van de dingen waar wij het altijd aan kunnen merken... is dat er aan echt goede kwaliteit shea butter eigenlijk geen geur zit, hè? Nee, en jij vond dat niet lekker ruiken, hè? Dat nootachtige. Ik wel, maar jij vindt dat niet lekker. En deze is eigenlijk geurloos. Kijk, en hebben we een pakketje, dat laat ik jullie heel even zien... waar je dus die 100 gram shea butter bij krijgt. Ja, dat is een flinke... Die heb je dus nodig voor dit recept. Een flinke bakje vol, zeg maar. En daar zitten natuurlijk ook al die andere ingrediënten in. Hè? De vitamine E-capsules, de berkenbast, het berkenblad, de walstro, de calendula. En natuurlijk, niet te vergeten, een beschrijving, hè? Hoe je het moet maken. Dat is wel zo handig natuurlijk. Ja, ik dacht ik laat het nu even zien. Want anders denken de mensen misschien van oei, waar haal ik die shea butter vandaan? Nou, die zit bij ons gewoon bij de pakketjes. Ja, bij dit recept wel. En je hebt deze hoeveelheid nodig. Want jullie merken misschien dat het iets meer is dan de olie die we normaal gebruiken. Want het is 150 gram kokosolie gerijpt met de kruiden. Oh, dat ben ik vergeten te vertellen. Voor wie het niet weet, 3 keer per dag verwarmen. Kort verwarmen, niet frituren. Nee, het mag absoluut niet gaan borrelen. En dan zet je het weg. Dat doe je 3 keer per dag, 3 dagen lang. En de warmte van de olie zorgt ervoor dat de kruiden, de bestanddelen van de kruiden in de olie trekken. En dat kan je heel goed ruiken, dat kan je heel goed zien. Nou, dan hebben we dus wel eens dat iemand een berichtje stuurt van, oh jee, mijn man heeft het weggegooid. Ja, of dat het toch heeft geborreld, hè? Dat het toch is gaan frituren. Dat is ook zonde. En hadden wij ook al verteld dat de basisolie deze keer dus de kokosolie is? Dat heb ik al 3 keer verteld. 3 keer, zelfs. Nou zie je, ik mis het eventjes. Blijft wel hangen bij de mensen. Ja, nee, nu wel. Nou ja, maar dan vraag je, wil ik nog wel even uitleggen waarom we nu dus 150 gram kokosolie en 100 gram shea butter hebben. Dat komt omdat dit mengsel opgeklopt moet worden. Dus het anders heb je te weinig, kan het niet opgeklopt worden. Ja. Kijk, daar hebben we al een mooie kom voor klaarstaan. Ja. Maar, ja, nou komt het. Het moet eerst, als het gemengd is, dus allebei gesmolten, de shea butter en de kokosolie. Dit dus. Ja. Dan moet het 1 uur de koelkast in, voordat je het kan opkloppen met de berkenbast en de vitamine E. Ja, het is een lichtelijk gecompliceerd recept, maar het kan niet. Ja, dat is hoe dit het beste klaargemaakt moet worden. Dus ik heb ook wel een beetje het gevoel dat wij het een beetje warrig aan het vertellen zijn. Ja, misschien moeten we het nog een keer straks eventjes herhalen. Als ik het nu zou herhalen, voor nu is, je pakt 150 milliliter kokosolie. 150 gram kokosolie. Ja. Daarin zet je op rijp 2 eetlepels calendula, 1 eetlepel walstro en 5 berkenblaadjes. Ja. Dat doe je 3 dagen lang verwarmen. 3 keer per dag. Ja. Dan kom je op het punt dat je het dus uitzeeft, wat wij net hebben gedaan. Ja. Dan hebben we dus de kokosolie gerijpt met de kruiden over. Daarin smelt je de shea butter, de 100 gram shea butter. En dan hou je dit mengsel over wat we nu hebben. Daar zijn we dus nu gebleven. Dat gaat in de mengkom.
En die gaat in de koelkast. Een uur lang. En daarna vertellen we hoe je hem afmaakt. Want anders wordt het wel veel. Of wil je dat nu ook? Nee. We zijn nu hier. Tot hier moet het even duidelijk zijn. Tot hier en niet verder. Juist. Voor nu niet. Over een uur komen we weer terug. Yes. Het heeft een uur in de koelkast gestaan. Nou, eerlijk gezegd anderhalf uur. Er kwam even iets tussen. Dat is wel heel belangrijk. Het moet eerst afkoelen voordat je het romig kan kloppen. Nu gaan als eerste 3 capsules vitamine E erin. Sam is er altijd erg handig in. Die knipt ze open en knijpt ze erin uit. Ja, het handigste is om ze zo bij het puntje te pakken. Hè? Kun je goed zien zo. Dan knip je erin. En dan moet je wel een schaar hebben die precies het puntje knipt. Deze doet dat dus niet. Ja, we hebben er 3 nodig omdat we een grotere hoeveelheid olie hebben. Het voordeel van vitamine E is dat het heel huidverzorgend en beschermend is. En daarnaast een natuurlijke conserveringsmiddel. Wordt er zo meteen. En nu een heel belangrijk ingrediënt. Een dessertlepel berkenbast. Poeder, berkenbastpoeder. Dat blijft erin. Dan heeft het de beste werking. Het geeft wel een heel fijn korreltje aan je zalf. Maar dan moet je je dus niet aan storen, want dit is de beste manier om hem zo te verwerken. Nou moet hij 10 tot 15 minuten kloppen om echt een goede romige consistentie te hebben. Dus we gaan voor jullie even goed op de tijd letten en dan laten we zien hoe die er dan uit komt te zien. Ja. Dat is een enorm lawaai. Inderdaad. Nou, 10 minuten heeft hij erin gezeten, hè? Ja. Ja, nou denk ik wel dat als je zo'n mixer niet hebt, dat het iets langer zal duren. Dat denk ik ook, ja. Dus ja, we hebben dan geluk dat we deze hebben. Dan moeten jullie eens kijken hoe heerlijk, joh. Hoe mooi dat eruit ziet. Heel eventjes hier een beetje uithalen. Prachtige, romige zalf. Oh, ik dacht, jij doet het hier vast in. Nee, dat is niet handig. Dat is misschien niet handig. Nee, ik weet het niet precies. Nee. Laten we halen hem maar af, inderdaad. Ja. Even ouderwets. Even kloppen. Je zou hem bijna aflikken. Ja, het ziet er zo lekker uit, hè? Nou, het grappige is natuurlijk dat wij met zulke natuurlijke ingrediënten werken, dat je het kan eten. Ja. Ja, dat ga je zo niet doen. Het is voor de huid, maar het kan. Dat is het beste, hè? Smeer niet op je huid wat je niet kan eten. Zoals jullie misschien opmerken, doen we er deze keer geen koolzaadwas in. Dat is niet nodig als je werkt met die kokosolie met die shea butter. Prachtig mooi is deze zalf, hè? We doen er bewust geen etherische olie in, want het is echt bedoeld voor, echt medicinaal bedoeld in die zin dat je ook niet als je in de zon komt of iets met die etherische olie in de zon wil gaan lopen. Nee. Nou, het potje zit vol. Ik heb hem prachtig, hè? Je kan dit thuis dus met het doosje wat we hebben ook deze hoeveelheid maken. Dus dan weet je dat je een flinke pot nodig hebt. En wij hebben over. En wat ik nu ga doen is, ik ga het nog in blikjes doen, want dat vind ik handig om mee te nemen. Ja. Dus ik heb nu de pot. En dan ga ik nog een blikje halen om te vullen. Ik kom zo eventjes terug. Ja. Nou, misschien niet het makkelijkste recept om te maken, maar wel heel, heel, heel erg waardevol. Een pure luxe. Ja, ik vind het heerlijk. Echt. Kijk, ik heb het nodig op mijn armen. Ja, ik vind het sproeterig. Ik vind het pure luxe. Zo'n hele romige zalf. Nou, en dan waar dat die voor helpt. Hè? Voor al die onregelmatigheden die je kan oplopen. Nou, het mooie is, kan zelfs op een babyhuid. Ja. Ja, wij zijn er overigens van overtuigd dat de meeste huidproblemen niet ontstaan door de zon of door
ja, noem het op. Wij denken dat het echt ontstaat door de verkeerde spullen die je op je huid smeert. Dus chemicaliën, zeg maar. Ja. De toevoegingen in bepaalde crampjes. Zonnebrandcremes. Ga je mee in de zon, je rijpt de chemicaliën op je huid. Nou, dat heb ik ook altijd gedaan toen ik nog niet beter wist. Ja. Ja, ik heb me altijd heel intensief mijn armen ingesmeerd, omdat ik dan toch al die sproetjes had en zo. Nou, je ziet het. Ja, dus niet gunstig. Ja, wij zijn daarvan overtuigd, maar dat is onze persoonlijke mening natuurlijk. En we zeggen altijd van dat wat je opeet, dat kan je op je huid smeren. Hè? Of eigenlijk andersom. Want je gaat geen jam op je huid smeren. Weer, of dan ook. We zijn maar, weer lekker handig. We zijn er weer naast aan het praten, zoals gewoonlijk. Maar deze... Oh, dat is zo'n lekker spul. Ik vind het er zo mooi. Ik vind het er lekker uitzien. Maar ik zou het zo op willen Nou, eten. Je kan het ook op schrale babybilletjes smeren. Of als je zelf schrale plekjes hebt. Dus het is toch heerlijk. Nou ja, ik zei al, ik gebruik hem in de winter vaak. Als ik van die hele schrale handen heb. Jij krijgt dan droge handen. Ik heb met mijn lippen heel erg vaak dat ik iets... Ja, ik vind het lekker spul. Het is nou, en dan hoef ik niet meer alleen maar te denken... Hou het in de gaten. Nee, ik kan lekker... Kijk, hier heb je weer zo'n... Je zult het op beeld niet kunnen zien, maar dat is een beetje een rare plek. En ik denk van, nou, ik heb nu iets om erop te doen. Ik vind dat fijn. Ik vind de textuur ook heel fijn. Ja, ik mag nu niet mijn manier van romig zeggen, zoals ik dat thuis wel eens doe. Nee, niet doen. Niet doen. Dus ik zeg maar gewoon op een normale manier... Tot de volgende kruidenheksen. Is romig. Doei.